Yo, what's up mensen! Nieuw hier en zoals jullie kunnen zien zijn we terug op de ModSauce Modpack Met vandaag weer aflevering 2 van deze gloednieuwe serie op mijn kanaal En ik ben natuurlijk ook eventjes WC zoals beloofd Tussen de vorige episode en deze episode in, ben ik lekker de man in gedoken. Ik dacht van, dan kan ik vandaag een beetje gaan richten op de wat technischere mods van deze modpack. En nu we het toch over technische mods hebben, laten we gewoon meteen in gaan duiken en de bekendste technische mod erbij gaan pakken. In de vorm van Thermal Expansion. Want ik heb goed nieuws voor jullie, we hebben namelijk eindelijk de beschikking over Thermal Expansion 4. En er zijn aardig veel veranderingen doorgevoerd, niet zozeer qua items, maar wel een beetje qua setup van de mod. Het is namelijk zo, Thermal Expansion is nu opverdeeld in twee mods. Namelijk in Thermal Expansion zelf... En Thermal Foundation. En als je naar Thermal Foundation gaat kijken. Dan zal je eigenlijk gewoon gelijk opvallen. Dat Thermal Foundation eigenlijk gewoon alle dingen inhoudt. Wat betreft Mine. Dus gewoon ingots zit hierin. Er zit hier gewoon Pulverized Powder in. Hoe je het ook wil noemen. En eigenlijk gewoon alle oors. Dit is namelijk zo gedaan. Dat je eigenlijk Thermal Foundation als een mod op zich kan zien. Want je weet natuurlijk wel. Je hebt bijvoorbeeld Tin. Maar je hebt bijvoorbeeld ook tin van andere mods. Ik zeg maar even kijken. Hier bijvoorbeeld tin oor van mechanism heb je, maar je hebt dan ook gewoon tin oor van uh, thermal expansion. In dit geval thermal foundation. Hier zo. Dus eigenlijk is het gewoon zo gedaan dat je thermal foundation kan gebruiken als mod op zich om bijvoorbeeld aan resources te komen. Dit is een soort van resources mod geworden. Terwijl Thermal Expansion zelf gewoon echt gericht is op de machines ervan. Het is echt ook zo dat je Thermal Expansion niet kan spelen zonder Thermal Foundation. Dus wil je Thermal Expansion doen, heb je per se tegenwoordig ook Thermal Foundation nodig. Maar we gaan er maar gewoon meteen induiken in Thermal Expansion. Je ziet namelijk een aantal veranderingen. Oké, okay, allereerst zal dit je opvallen, namelijk de zogeheten augments. En augments zijn eigenlijk upgrades voor de machines. We gaan er zo meteen verder op komen. Ik denk dat ik er gewoon eventjes mee ga beginnen. Dan zal het zo meteen allemaal voor zich gaan spreken. En ik ga eventjes proberen uit te leggen hoe het nou allemaal in elkaar steekt. Maar dat kan wel voor wat verwarring zorgen, maar jullie gaan het allemaal begrijpen gedurende het seizoen. Het is namelijk nu zo, ook de machines komen er nu in verschillende soorten tears en in soorten ranken. Ik zal het eventjes heel kort proberen uit te leggen door middel van de energy cells. Jullie zijn namelijk al gewend, je begint bijvoorbeeld met ledstone energy cell. Vervolgens kan je upgraden naar Hardend. Uiteindelijk ga je upgraden naar Redstone. En als laatste ga je upgraden naar Resonant. Zo zijn de machines nu ook opgebouwd. Je begint namelijk gewoon met het maken van zo'n Redstone Furnace Basic. En uiteindelijk kan je hem upgraden gewoon door middel van Endurium Gears. Door middel van Signalum Gears. Noem het allemaal maar op. Dus eigenlijk kan je nu ook gewoon deze machines een soort tears maken. Bijvoorbeeld in Resonant, in Basic, in Hardend. Noem het allemaal maar op. Gaat allemaal voor zich spreken. Maar in ieder geval gaan we nu beginnen met het maken van een Redstone Furnace Basic. Die maak ik met twee bricks. Vervolgens met wat koper. Met een redstone reception coil. En ook deze leuke dingetjes. Kijk, die zie je ook weer in verschillende soorten en maten. Maar degene die wij nodig hebben, is natuurlijk gewoon de basic versie. Die maak je met vier iron ingots, met vier glas. En in het midden een tin Die eigenlijk ook heel erg simpel te maken is. Het lijkt me dus een heel erg handig idee. Als we allereerst een aantal oors gaan smelten. Dus bijvoorbeeld even wat iron smelten. We gaan wat tin smelten. We gaan wat goud smelten. Wat redstone erbij pakken. En natuurlijk ook wat copper smelten. Oké, okay. in ieder geval. Ik ga het eventjes allemaal smelten. En dan kom ik zo meteen bij jullie terug. En dan gaan we kijken hoe we nou eigenlijk allemaal gaan beginnen. Met Thermal Expansion. The back. Oké, okay, ik heb nu een redelijke hoeveelheid verzameld en dan gaan we nu dus onze allereerste machine frame voor Basic in elkaar zetten. Die maken we als volgt: allereerst met een Tinker, die gaan we in elkaar zetten, dan let's go. Die is dan binnen en dan gaan we nu ook gewoon gelijk de hele zooi afmaken. Gewoon een hoppakee en onze allereerste machine frame Basic is binnen. Met deze machineframe kun je eigenlijk gewoon alle basic machines maken. Wat betreft furnaces, pulverizers, smelters, sawmill. Eigenlijk gewoon elke machine heb je dus in die verschillende soorten varianten. En dat bedoel ik dus eigenlijk een beetje met de verandering van de setup van Thermal Expansion. Die dus echt helemaal veranderd is. Ik ga eventjes alles eruit pakken wat nu gesmolten is. Dit kan eruit, hier heb ik niks. Glas, oké. Okay. En dan gaan we kijken of we ook gewoon gelijk een tweede machineframe in elkaar kunnen gaan zetten. Oké, okay, en dan is ook de tweede machine frame basic binnen. En met deze machine frames gaan we dus onze allereerste twee machines in elkaar zetten. Natuurlijk is het gewoon altijd eigenlijk hetzelfde: namelijk de Redstone Furnace en de Pulverizer. Die gaan we dus allereerst in elkaar zetten. Daarvoor heb ik allereerst wat van deze items nodig: dus wat hout heb ik nodig en wat Redstone Of Kijk, ik denk dat het allemaal wel gaat lukken. Even kijken hoor. Ik heb trouwens ook mijn huis een beetje opgeleukt door middel van de Shizzle Mod: namelijk gewoon Acacia Wood. Wat heel erg simpel te vinden is in de buurt. Kijk maar, Acacia Wood overal vind je van deze bomen voor dit hout gemaakt. Heel erg simpel. En inmiddels zijn alle spullen wel binnen. En kan ik gaan beginnen met het bouwen van onze twee allereerste machines van dit seizoen, namelijk de Pulverizer en de Redstone Furnace. We beginnen bij dit leuke dingetje. Allereerst gaan we twee van deze bricks in elkaar zetten. Die zijn naar binnen. En als het goed is, kunnen we in elkaar gaan zetten. There we go. Redstone Furnace is binnen. Oké, okay, we duiken meteen door naar de tweede machine, de Pulverizer. Let's go. Even kijken wat missen we nog. Even snel kijken. Pulverizer, Pulverizer Pulverizer. Uh, even kijken, uh, wat missen we. Missen we missen nog flint. Oh, wacht. Flint, 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 het ik nergens Flint. Ik heb helemaal geen Flint. Oh, really? ja, really. Oké, okay, ik heb geen Flint. Wacht, voor. Ik moet nog eventjes wat Flint gaan verzamelen. Maar als het goed is, ja, heb ik hier wat gravel. Ja, oké, okay, there we go. Even wat flint alsjeblieft, Kom op. Dankjewel. Dat is één flint. En dat is twee flints. Ja, oké. Okay. Dan kunnen we nu de pulverhuizen in elkaar gaan zetten. En dan ga ik jullie alvast vertellen dat we zometeen tegen een klein probleempje aan gaan lopen. Het is namelijk zo: Thermal Expansion 4 is nog een beetje in beta, hij is nog niet helemaal af. En dat brengt een paar problemen met zich mee. En een van die problemen, die echt wel, ja, eigenlijk echt het. Kuttigste is, is gewoon dat er geen energy condits zijn. Dus we kunnen geen gebruik maken van energy transportatie. Dus daar moet ik zo meteen een oplossing voor gaan vinden. Maar gaat helemaal goed komen. Allereerst gaan we even in elkaar zetten. Pulverizer is binnen. Nice. En dan gaan we deze twee machines voor nu gewoon eventjes hier neerzetten. Dan gaan we onderaan de pulverizer stoppen. En daarboven komt gewoon de redstone furnace. Ik zei net dus al van, we hebben geen beschikking over energy condits. We moeten er dus voor gaan zorgen dat we zo meteen gewoon direct hier op deze machines gewoon twee dynamo's aan gaan sluiten. Even kijken hoor. Ik zit nu op laag... Uh, 1023. Oké. Okay. Even kijken. 1023. Gaan we even in de muurgraaf hier. Dat zal deze kant zijn. Hoppakee, hier zit de Redstone Furnace. En dan zit hier de pulverizer. There we go. Oké. Okay. Dan moeten we dus nu gebruik gaan maken van twee Dynamo's. Normaal gesproken kon je gewoon gebruik maken van één Dynamo. Maar ja, we hebben dus geen kabels. En we moeten per se per machine één Steam Dynamo hebben. Daarom ben ik hier alvast wat kopper aan het smelten. Hier wat kopper. En hier wat iron. En zo gezegd, zo gedaan. We zetten nu dus gewoon twee van die Steam Dynamo's in elkaar. Als het goed is, heb ik alle spullen verzameld nu. Dus let's go. Even kijken, wat mis ik nog. Ik mis nog twee van die coils. Even kijken, snel maken, die handel. 1, 2. En dan gaan we dus nu in elkaar zetten. Even kijken, wat missen we? Deze moet weg. Oké, okay. één de Nemo en twee de Nemo. En deze gaan we dus alle twee gewoon los en apart aansluiten op de twee machines. Dus eentje op de furnace en eentje op de pulverizer. Oké, okay. en deze trein gaan we opvullen met wat water en met wat kool. Dit is niet veranderd, dus hier gooi je even vier kool in. En dan gooien we in die onderste ook nog even vier kool. Dan gaan we nu de bucket erbij pakken, die we natuurlijk ook in episode 1 hebben gemaakt. Die hadden we nodig voor Botania toenertijd. Even kijken, bucket, there we go. En die gaan we eventjes vullen in de rivier naast ons huis. En dan gaat het helemaal goed komen op deze manier. Dus gaan we gaan voor nu even hier een Unlimited water source maken. Oftewel een ongelimiteerde waterbron. Eentje hier. En dan gaan we nog even één bucket erbij pakken. En dan moet het helemaal goed gaan komen. En zoals jullie horen, ik ben nog steeds echt gewoon heel erg verkouden. Het slaat echt helemaal nergens op. Mijn linkeroor zit dicht. Het schiet allemaal niet op gewoon. Maar ja, ik kan het natuurlijk gewoon niet maken om geen video te maken. Het video's maken gaat natuurlijk gewoon lekker door. Oké, okay, nou in ieder geval. We gaan eventjes water die vandaan pakken. En dan gaan we alle twee de rem's opvullen. Dus 1, 2, 3 en uh, 4. Hetzelfde geldt voor de onderste. 1. Twee, drie en vier. Oh, en waarschijnlijk zal je nu opvallen dat ze alle twee steam gaan produceren. There we go. En dit steam zullen ze automatisch zometeen kunnen gaan outputten in de achterkant van de machines. Oké, okay. gesteld er weer naartoe. En dan gaan we eens even kijken hoe het hier allemaal zit met de machines. Want kijk, zoals je ziet, er zit hier dus RF in. En dat geldt ook voor de onderste. Hier zit inmiddels ook RF in. Het is echter ook zo dat je nu bij elke Thermal Expansion machine waarschijnlijk een kopje ziet dat je nog helemaal niet kent. Namelijk het zogeheten Augmentation kopje. En deze Augmentation staat eigenlijk gewoon gelijk met de zogeheten Augments waar ik net al over had. Deze Augments zei ik toen over, ik wacht er eventjes mee tot ik die uit ga leggen, dat ik ook gewoon echt een goed voorbeeld van mijn beschikking heb. Nou dat voorbeeld is hier nu in de vorm van een Redstone Furnace. Het is namelijk zo, elke machine van Thermal Expansion, of je nou een Pulverizer hebt, een Redstone Furnace hebt, en nou, noem het allemaal inductie smelter heb, salmail heb, noem het allemaal op. Elke machine heeft vanaf nu gewoon zo'n interface met augmentation. In voorgaande versies van Thermal Expansion kon je namelijk een machine maken, je kon hem neerzetten. En dan was het eigenlijk wel gewoon klaar met alles. Je kon hem gewoon gebruiken en meer niet. Je kon hem helemaal niet upgraden, je kon hem niet sneller maken, je kon hem niet zuiniger maken, noem het allemaal op. Maar bij Thermal Expansion 4 is het gelukkig wel zo. Je kunt hem bijvoorbeeld sneller maken door middel van deze upgrade. Je kunt hem bijvoorbeeld gewoon goedkoper maken die minder energie gaat gebruiken door middel van deze. Kijk maar, uh, wat staat hier bijvoorbeeld? Plus 10% base fuel energy. Je kunt allemaal upgrades toe gaan voegen aan dit schermpje. Je kunt ook gewoon deze augments. Kun je er namelijk gewoon uit gaan slepen op deze manier. Kijk, gewoon hap. in je inventory. Deze kun je uitpakken. Alles kun je er gewoon uitpakken. En dan kun je die machine gewoon in gaan vullen zoals jij wilt. Wil je bijvoorbeeld echt een super snelle machine maken? Dan kan dat. Dat kost echter wel echt veel meer energie. Moet je maar kijken. Keer 20 energy use. Maar dan wordt die wel 8 keer zo snel. Maar voor nu gaan we eventjes elk kopje terugplaatsen. Gewoon zoals het hoort. Want het is namelijk zo. Bijna elke machine die je eigenlijk wil gaan upgraden. Moet sowieso gewoon de hardened versie zijn. En niet de basic versie. Kijk bijvoorbeeld bij deze. Even kijken. Kijk hier al. Requires a hardened machine. Dus dat bij deze kan het al niet. Je kunt hem al niet sneller gaan maken. Dus voor nu laat ik eventjes wat het is. En kan ik hem gewoon op deze manier gaan gebruiken. Het is namelijk ook zo. Als je hem sneller maakt gebruikt hij meer energie. Kijk maar. Hier zo gaat hij twee keer zo snel. dan gebruikt hij drie keer zoveel energie. Nou zoals jullie net al zagen. Ik heb echt bijna geen energie meer. Ik heb echt helemaal geen kool meer zo wat. Ah nee, dat wordt helemaal niks gewoon. Ik laat hem gewoon lekker op de op een normale stand staan. En dan kunnen we nu gewoon lekker onze oren gaan pulverizen. Laten we gewoon beginnen met het pulverizen van Iron. Ik denk dat iedereen zo langzamerhand wel weet hoe een pulverizer in zijn werk gaat. Oké, okay, dan moeten we wel even de configuratie goed gaan zetten. Laten we gewoon beginnen met de configuratie van de Redstone Furnace. Alles uit en de onderkant zetten we gewoon op input. Hier andersom, alles uit en de bovenkant op output. Even kijken, zo. Mooi. Dan zal het binnen enkele seconden output gaan worden. There we go. En dan komt het hier in de Redstone Furnace terecht. Die wil ik op zijn beurt laten outputen naar de bovenkant toe. Dus ik ga even de nieuwe chest in elkaar zetten. Chest, let's go. Hoppakee, die is binnen en die zetten we er gewoon bovenop neer voor nu. En dan gaan we de bovenkant hier ook weer op output zetten. Gewoon zo, hoppakee. En vanaf nu zal elke Iron Ink hier gewoon veilig in terechtkomen. En dat geldt natuurlijk ook gewoon voor de andere oors. Best wel grappig dat Terminal Expansion eindelijk geüpdate is. Ik heb er heel erg veel zin in, in, echt als het allemaal af is. Want ik zei het al van, het is een beta-versie. Er zijn nog geen combo Er zijn nog echt. Heel veel recipes die helemaal geen sens maken. Ik zal er een aantal gaan noemen. Even kijken hoor. Bijvoorbeeld bij Thermal Foundation. Ik zal hem wat even bij gaan pakken. Oké, okay, there we go. Thermal Foundation. Je ziet namelijk heel veel soorten nieuwe gears. Bijvoorbeeld Cinelem gear, je ziet Tinkers Alloy gear, je ziet ook gewoon Enderium gear, Lumium gear. Heel veel nieuwe gears, waar eigenlijk nog helemaal geen nieuw recept voor is. Kijk, je kan bijvoorbeeld wel een Lumium gear voor gaan maken, maar met die Lumium gear kijk, je kan wel klikken wat je wil, maar voor de rest kun je er gewoon echt helemaal niks mee. Dit recept zal dus gewoon zeker in de toekomst als Thermal Expression echt helemaal gerenoveerd is, zal er zeker een nieuwe functie voor gaan komen. En dat zal dus waarschijnlijk ook gewoon automatisch betekenen nieuwe items. Daar heb ik echt heel veel zin in, want thermo expansion is toch wel een van mijn favoriete mods. Heel erg simpel, maar gewoon echt ook heel erg effectief. Maar voor nu laat ik het eventjes hier allemaal uit, Ik ben nog eventjes snel de mine gedoken, op zoek naar wat coal. En gelukkig vond ik erbij ook nog wat diamonds en wat emeralds en wat lapis. Op zich had ik het allemaal niet nodig, ik had vooral coal nodig. Natuurlijk voor mijn machines, want het gaat echt heel erg snel met de energie dan kan ik nu even lekker gesmelten en zo. Dan kan ik in de tussentijd nog even wat dingen met Botania gaan doen. Want in de vorige episode hadden we namelijk al het zogeheten Living Rock verzameld. Ik zal het even laten zien. Living. Kom op, Living. Dankjewel. Het zogeheten Living Rock hadden we toen verzameld. Maar eigenlijk heb ik helemaal niet verteld wat je er eigenlijk mee kan doen. En er gaat vandaag verandering komen. Want we gaan dus weer even verder met Botania en een Creeper. Holy shit, bij mijn voordeur. Nee, nee, creeper. Nee, 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 nee. Oké, okay, mooi. Die is dood. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken wat we ook weer allemaal hadden. We hadden namelijk de zogeheten Petal Apothecary. Die gaan we erbij pakken. We pakken de Lexica Botania erbij. We pakken Living Rock erbij. Wand of the Force pakken we erbij. En als allerlaatste onderdeel pakken we ook nog de d erbij. En deze D-bloom waren we mee geëindigd. Met deze D-bloom konden we namelijk het zogeheten mana op gaan wekken. Dat is ook precies hetgeen dat we nu weer gaan doen. We gaan hem neerzetten. En dan gaat hij gewoon voor ons weer lekker mana produceren. Maar hier waren we dus gebleven. Maar wat gaan we nou eigenlijk met het mana doen? Dan gaan we kijken bij Functional Flora. En dan kijken we allereerst bij An Introduction to Function. Hier staat eigenlijk al meteen op de eerste bladzij de zogeheten Mana Pool en Mana Spreaders. Oké, okay, laten we eens even gaan kijken hoe we die Mana Spreaders en die Mana Pool in elkaar gaan zetten. Oké, okay, deurtje verdicht voor de veiligheid. En dan gaan we kijken naar de zogeheten Mana Spreader. Hier gaan we namelijk mee beginnen. Die komen er weer in verschillende soorten varianten. Maar eigenlijk is de simpelste gewoon deze, de Mana Spreader. Die maken we als volgt: namelijk met 6 Living Boot. Met een mystical white petal en ook met een gold inket. Oké, okay, even kijken. Heb ik een gold inkant? Die heb ik al. Heb ik nog zo'n white petal? Even kijken. Heb ik er nog eentje? Ik heb hier nog wel eentje. Oh, wacht. Is Pure Daisy. Even kijken. Hier. Mooi. Dan hebben we weer zo'n mystical white petal. Die is dan binnen. En dan moeten we er nog eventjes wat van het Living Wood hebben. En dat Living Wood was natuurlijk gewoon te maken door middel van de Pure Daisy en door middel van het hout. Dus ook dat gaan we weer eventjes doen. En there we go. Dan gaan we weer. Living Wood is vanaf nu gewoon binnen. We gaan gewoon alles meenemen. Maar we hebben lang niet alles nodig. Oké, okay, en laten we trouwens de Pure deze gewoon hier staan? Ja, dat lijkt me wel. Oké, okay, laten we lekker staan. En dan gaan we eens even kijken of we hiermee gaan doen. Of eigenlijk weten we natuurlijk al wat we ermee gaan doen. Maar dan gaan we zo meteen kijken wat we met de Mana Spreader kunnen gaan doen. Allereerst gaan we in elkaar zetten: Mana Spreader, let's go. Die is dan binnen. En dan gaan we eens even kijken hoe we deze mana spreader nu eigenlijk gaan gebruiken. We kunnen deze mana spreader namelijk gewoon direct gaan koppelen aan deze daybloom. In de toekomst ga ik natuurlijk meer van deze dayblooms maken. Maar voor nu gaan we hem hier aan koppelen. We gaan hem zo neerzetten dat de groene kant deze kant op wijst. En dan zal hij nu automatisch dat mana op gaan vangen van de daybloom. En dan zal hij hier in de internal buffer gaan storen. Kijk maar, als we nu rechter op doen, zien we hier een heel klein groen balkje. En we zien ook hier dat de daybloom is leeggelopen. Hij heeft namelijk al zijn mana afgegeven aan de mana spreader hier zo. En de mana spreader gaat op zijn beurt. Dit groene straat hier afgeven. En we gaan het groene straatje even volgen. We gaan kijken en dan komen we hier uit bij een punt. Dit is eigenlijk het punt waarbij die hierna, na deze straal. Gewoon vanaf dit punt, gaat de straal namelijk energieverlies leiden. Dus we moeten ervoor gaan zorgen dat we de energie hier voor dit punt gaan gebruiken. Maakt het op zich niet heel erg veel uit, want we kunnen de setup natuurlijk gewoon meteen hier neer gaan zetten. Dat er helemaal geen energieverlies is. Dus let altijd op het puntje dat je toevallig niet je setup erachter maakt. Want dan zal je gewoon energieverlies gaan leiden. Dat moet natuurlijk niet de bedoeling zijn. Oké, okay. maar we zijn er net al van. We gaan ook gelijk een mana pool in elkaar zetten. En een mana pool is als volgt te maken. Mana pool. Even kijken, mana pool. Hier zo staat die. Die maken we namelijk gewoon met 5 living rock. Die hebben we al. Living rock hebben we in de vorige episode gemaakt. 1, 2, 3, 4, 5. En dat geeft ons dus zo'n mana pool. En deze mana pool moet natuurlijk nu gewoon binnen het bereik van deze mana spreader gaan komen. En natuurlijk dan wel gewoon voor het puntje hier zo. Want hierachter gaat de energieverlies leiden zoals ik al heb gezegd. En dat moeten we niet hebben. Voor nu gaan we hem gewoon lekker hier neerzetten. En binnen enkele seconden zal deze mana pool opgevuld gaan worden met het bijbehorende mana. Eerst even kijken, hoeveel zit hier nog in? Nog niet heel erg veel, we moeten eventjes wachten. En there we go, inmiddels is de mana pool gevuld met een blauwe vloeistof. En dit zal een indicatie zijn dat alles gewoon perfect gaat werken. Inmiddels ben ik hier ook even wat living rocker bij aan het maken. Want we gaan namelijk ook gewoon gelijk een tweede mana pool in elkaar zetten. Want we zagen net al, deze mana pool heeft ook een betere variant. En ik geloof dat deze die we nu hebben, de diluted mana pool. Dat die zeg maar 1% kan storen van wat die eigenlijk normaal zou kunnen storen met een normale mana pool. We gaan dus gewoon eventjes zometeen alles veel beter maken. Even kijken, dat dus gaan we gewoon even erbij pakken. Heb ik hier genoeg aan? Ik heb hier genoeg aan, oké. Okay. Dus laten we lekker staan, pakken we later wel. En dan gaan we nu dus eventjes weer zo'n tweede manapool in elkaar zetten. En dan gaan we kijken hoe we dit eigenlijk allemaal gaan doen. We pakken gewoon de eerste diluted manapool erbij. Die zit namelijk hier gevuld. En dan gooi je de tweede diluted manapool er gewoon bovenop. Dus gewoon deze manier. Bam! En je hebt meteen een veel betere versie, namelijk de normale manapool. We gaan deze weghalen. En dan gaan we deze gewoon voor in de plaats zetten. En deze manapool kunnen we in de toekomst gaan gebruiken voor nog veel meer botania projecten. En hier is de tweede D-bloem, en daar wil ik het voor eventjes bij gaan laten. Dan kom ik in de volgende episode bij jullie terug. Dan ga ik in de tussentijd even wat meer van deze D-bloems halen. En ook gewoon gelijk deze manenpool opvullen. En dan kom ik in de toekomst terug op dit project. En dan gaan we kijken wat we hiermee kunnen gaan doen. Deze manenpool gaan we namelijk in de toekomst gebruiken als een soort batterij. En die gaat dan dienen als een soort van power source voor de verdere projecten. Gaan we allemaal opkomen in de toekomst. Maar hiermee zijn we laatst aan het einde gekomen van deze episode. Heb je er nou van genoten? Doe dan zeker een blauw duimpje omhoog. Dat motiveert me namelijk echt enorm om video's voor jullie te maken. Enorm bedankt voor het kijken binnen deze episode van de ModSass Pack. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer terug bij een nieuwe episode. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Peace jongens!